Hallo allemaal. Hallo. Ja, onze dochter is net weggelopen met een slappe lach, heb ik het idee. Ja. Maar wij dachten een nieuwe review op te nemen. Ja, klopt. Wij zijn vanmiddag naar June geweest. Part 1. Part 1. Ja, dat wist ik eigenlijk niet. Dus ik geloof dat er 3 delen komen. Ik heb geen idee hoeveel delen er komen. Maar in ieder geval, dit was het eerste deel. Ja, het episch verhaal van verhaal van Frank Herbert. Geschreven door Frank Herbert. Ik ben er ooit geprobeerd doorheen te komen, maar dat is me niet helemaal gelukt. Als boek zijnde. En, het is jou niet gelukt als boek zijnde? Ja, ik ben niet door het boek heen gekomen. Ik vond het een vrij pittige kost allemaal. En ik ben niet zo van de science fiction. Maar ik was wel heel benieuwd naar deze film, want de trailers zagen we natuurlijk al een lange tijd in de bioscoop. Heel lang. Ja, daar zaten toch wel een aantal topacteurs in, hè? Maar sowieso, de trailers waren al mooi en episch om te zien. Dus. Dan heb je nu een episch verhaal. En het is lang geleden dat we een echt episch verhaal in de bioscoop zagen. En dat was nu dus wel. Ja. Hè? Ik bedoel, het verhaal gaat eigenlijk over een planeet, een woestijnplaneet. En bij die... Vertel maar. In die woestijn kun je dan de zogenaamde spice in het Nederlands oogsten. Ja. En met spice kun je dus je leven verlengen. Je kunt verre afstanden reizen. Het is grondstof ook voor het reizen. Eigenlijk wel, ja. Dus het is vrij kostbaar. Het is heel kostbaar, inderdaad. En het komt vrij als uit het zand in de woestijn. Als je dat, ja, je kan dat delven. Je kunt het delven. Maar er zitten natuurlijk ook wel een aantal kanttekeningen aan. Het keizerrijk heeft een familie van een andere planeet opdracht gegeven om daar te gaan delven. Terwijl net een heel agressieve ras is weggegaan. Een zeer agressieve ras. En zij moeten dus orde op zaken gaan stellen. En de zoon van het hele verhaal heeft gekke dromen, visioendromen. En heeft het idee dat er meer aan de hand is. En ook dat hij een grote rol heeft te spelen. Ja. Dus het is heel episch. Een beetje Game of Thrones-achtig. Met allerlei families en huizen. Heb ik het idee. Maar dan ook weer niet. En prachtig in beeld gebracht. Ja. Ja, echt gigantisch grote beelden. De film, ik weet dat de film over een paar weken in Amerika meteen wordt uitgebracht op HBO Max. Waar de regisseur over heeft gesproken dat hij daar totaal niet blij mee is. Hij zegt, deze film moet je gewoon echt zien op het grote scherm. Oh zo, ja. Ja, en ja, dat hebben wij dus ook gedaan. Wij hebben geen HBO Max in Nederland, dus... We hebben wel IMAX. En wij hebben dus lekker in IMAX gekeken, 3D. Ja. Ik was wel overdonderd, jij? Ik vond het echt een hele mooie film. Ik heb veel reviews gelezen waarin wordt gezegd dat ze er geen wijs uit konden. Misschien is dat ook wel zo. Maar ik denk niet dat het zo heel hinderlijk was. Het verhaal ging een beetje... Het sprong een beetje heen en weer tussen visioenen en wat werkelijk was. Maar ik vond het niet onduidelijk. En dan ben ik toch wel iemand die de dingen echt wel moet begrijpen, zeg maar. Maar ik heb daar geen last van gehad. Nee, en ik vond het wel inderdaad een echt wel heel... Ik noemde het science fiction fantasy, high fantasy science fiction. Ja. Dus echt wel niet voor iedereen weggelegd eigenlijk. En het is van de regisseur van bijvoorbeeld Blade Runner 2049. Mm-hmm. Dan weet je gewoon... Dat zit goed. Die kan dingen episch in beeld brengen. Ja. En Arrival, een van de betere science fiction films die ik ooit gezien heb. Het was wel heel erg goed in beeld gebracht. En weet je wat ik ook heel mooi vond? Ik weet niet of ik dit mag zeggen, anders moet je dat knippen. De monsters. De wormen. De wormen, zeg maar. Ik vond die geweldig. Ik bedoel, het was niet een standaard monster zoals we die altijd al hadden gezien. Nee. Dit was iets totaal anders. Ja, totaal anders ook weer niet, maar ja. Het was veel realistischer eigenlijk. Ja. En, jij mag dit zeggen, want
eigenlijk moet iedereen wel weten dat die woestijnplaneet eigenlijk ook een planeet is van gigantische grote zandwormen. Daar staat Dune eigenlijk onbekend. Als je een cover okay. hebt van de boeken, dan zie je ook de wormen erop staan. Dus daar staan ze echt wel onbekend. Oké. Okay. Ja, en dan heb je eigenlijk dus inderdaad, die waren heel groot en heel dreigend. Ja. Wel dreigend als je er niet mee om kon gaan, maar als je er wel mee om kan gaan, dan... Je moet bepaalde dingen, ja. Dat kan dus ook. Ja. Weet je wat ik ook, en dat is nog een andere spoiler, maar... misschien moet knippen. De zoon van het ding werd gezien door het volk waar hij naartoe ging als verlosser. Een soort verlosser, ja. Als een soort van Messias. Nou, dat ga ik niet knippen, want ik denk niet dat dat heel veel spoilt. Maar ja, sorry als we dit dan toch een beetje gespoilt hebben. Maar ja, het is, er zit een beetje een messiaanse boodschap in. Niet meteen een boodschap, maar ik zie wel een zijn rol. Vergelijking. Ja. Zijn moeder. Ja. De moeder erin speelt. Terwijl het verhaal eigenlijk meer naar het moslim... Neigt. Nee. Maar goed, die erkennen dit ook. Ja, oké. Maar dit gaan we echt niet verder spoileren. Nee, gaan we niet. Nee. Ik kijk uit naar de volgende deel, maar ik... Ik denk dat ik nog een keertje een rondje IMAX wil doen om deze nog een keer te zien. Ik ook. Dus ik geef de film een 9. Ja, zeker 9. Nou, gaan kijken. Yes. Doei allemaal. Doeg.